Ik zal jullie laten zien hoe jullie nieuwe driver table kunnen installeren. Dit hoef je maar één keer te doen en dan kun je het profiel altijd oproepen. En dan kun je van de driver table gebruik maken zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Want de auto zet zichzelf dan klaar alvast voor jou. Dit doe je door in driver profielen een nieuw profiel aan te maken. En ik noem het driver table profiel. Create profile. En dan als eerste wat je nou doet, is even je stoel helemaal naar achteren zetten. En ik zet hem ook helemaal naar beneden toe. En dan is het moment gekomen om je stuur aan te passen. En dan moet je even op dit knopje hier drukken, steering wheel. En nou kun je je stuur aanpassen. Dan moet je met de linkerbal doen. Kun je alle kanten bewegen, staat ook op het scherm. Zet je hem helemaal naar beneden toe. En dan moet je hem nog even helemaal naar je toe halen. Door naar links te drukken op de bal. En nu staat het stuur ook goed. Dan pak je je driver table erbij. En die leg je zo erin. En dan ben je eigenlijk klaar. Nu kun je nog wat persoonlijke aanpassingen doen. Hè? Ik vind mijn stoel, ja, die wil ik toch ietsje hoger hebben nog. En ik wil hem nog een beetje naar voren hebben. Dan heb ik goede steun aan de linkerkant bij mijn elleboog. Het stuur kan wat mij betreft nog ietsje naar weer terug. Zo, dan ligt hij wat vlakker. Ja. Nou, zo zit het voor mij goed. Dan hoef je alleen nog maar even op save te drukken. En dan ben je voor nu en voor de rest van de periode dat je deze auto rijdt klaar om te gaan werken.